blokken wordt dat ook genoemd. Ik gebruik daarvoor blokmatten van Knitpro. Ik heb een oude serie en een nieuwe serie. En ik had er helaas niet genoeg van één maat. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Dat werkt ook prima. Ik gebruik daarvoor Eukalan. En Eukalan is een natuurlijk product. Wat gewoon je wol heel mooi of je garen heel mooi houdt. Wat het beschermt, maar wat niet uitgespoeld hoeft te worden. Dus dat vind ik zelf ideaal. Ik heb de naturel geur genomen, omdat dit natuurlijk toch om een babydekentje gaat. Verder gebruik ik de knitblokkers. De rainbow in dit geval. En de witte zitten door elkaar. En T-pins. Nou, ik begin met het babydekentje even op zijn kop te leggen. Ik heb water en Eukalan in mijn spuit gedaan. En ik ga hem even heel goed nat maken. Alle draden heb ik weggewerkt. Nou, en het opspannen doe ik zodat de steken gewoon mooier uitkomen. En ja, de rand lubbert een klein beetje. En dat is na het blokken gewoon helemaal opgelost. Zo, die is lekker nat. Draai ik hem om. En dan ga ik de andere kant ook nog goed nat maken. Je kan er ook voor kiezen om hem helemaal te wassen. Maar dan ja, is die nog langer bezig met drogen. En ik vind dit altijd wel een prettige manier om te doen. Nou, vooral de zijkant is iets gaan bobbelen, dus ik ga beginnen met de lengte te maken. Ik pak de tape in, trek hem wat omhoog en ik zet hem vast. Datzelfde doe ik met de onderkant, want hij mag best wat gerekt worden. Nou, dat ga ik hier ook doen en ik probeer dezelfde lijn aan te houden. En deze pak ik ook. En daar probeer ik ook dezelfde lijn aan te houden. Doe ik aan de overkant ook nog. Even mijn laptop aan de kant. En aan de onderkant ook. Of aan de bovenkant is het officieel. Maar... Kijk, en dan zie je al dat er een heel stuk van de bobbel die erin zat wegtrekt. Nou, dan pak ik de zijkant. En die zet ik ook weer vast. Dat doe ik er recht tegenover ook weer. Even kijken of ik nog meer grootte heb. Nee, mijn grootte zijn nu bijna op. Hier zet ik hem ook weer vast. Dat doe ik aan de overkant ook. Ik probeer rechte lijnen aan te houden, zodat hij straks gewoon echt een mooie vorm heeft. Nou, en dan ga ik nog meer blokkers gebruiken om hem ja, nog meer recht te krijgen. En dan kan ik eventueel zo direct nog wat T-pins gebruiken om de laatste stukjes netjes te krijgen. Ik zie dat ik niet genoeg blokkers bij me heb, dus ik moet wat meer T-pins zo direct gaan gebruiken. Nou, dit moet drogen. Ik laat het zelf vaak 48 uur liggen, zodat het echt goed kan drogen. En dan vallen de steken ook heel mooi in model. Nou, nu mag ik met de T-pins verder. Je kan dit ook met spelden doen, maar check dan van tevoren heel goed of de spelden niet gaan roesten. Want niks is erger dan dat je allemaal roestvlekjes in je werk hebt. Dat is gewoon echt zonde. Zo. Hier mag er nog eentje bij. Deze zit zelfs iets te ver naar achteren, dus die schuif ik weer iets terug.
dit is een naald om draadjes af te werken. Dat werkt natuurlijk niet. Nou, volgens mij ben ik aardig rond. Hier mogen er nog een paar. Dit ga ik nu op deze manier laten drogen. En als die droog is, kan ik hem er weer afhalen. En dan, dan is het babydekentje echt helemaal klaar. Nou, ik hoop dat jullie wat hadden aan dit filmpje. Super bedankt voor het kijken. Laat vooral je eigen babydekens ook zien die je gemaakt hebt. Of als je de steken voor andere projecten gebruikt hebt. Ik vind het hartstikke leuk. Laat ze aan me zien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.